Super leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik samen met Verona springen. Gaat goed, gaat niet goed. Dat zie je vanzelf. Als je verder blijft kijken naar deze video. Heel veel kijkplezier. Als je je schoenen uittrekt, dan eigenlijk je joppers aan wil trekken. Dan denkt Verona, nou weet je wat? Ik lust wel zo'n hapje. Zo, ik heb besloten dat het springen te hoog wordt. En buiten dat hebben ze een kabouter in de nissen. Dus ik heb de kabouter gewoon gevraagd om te gaan springen. Dat is gewoon slimmer. We hebben daar de kabouter en die kan dan de hindernissen doen. Het is ook wat smaller. Kijk dan die hindernissen. Dat zijn gewoon echt, ik weet niet, cross hindernissen of zo. Oh, de vraag wie de lookalike van Blondie is, dat is Toby. En vandaag zit Zoe erop. En Toby is samen van Zoe en van Max. Max was mee op uitdrukken. Lijntje, ook wel genoemd. Tuurlijk. Gooi er maar naast. Gooi die er ook maar af. Vroon zegt Tess, je moet toch wel ietsje meer rijden. Vroon had er zin in, jongens. De bak is een beetje klein. Nou jongens, daar gaan we. Moeders heeft hartkloppingen ongeveer met zo'n klein bakje van die hindernissen. Nou ja, op zich kan Verona het wel, dat weet ik ook wel. Het is gewoon psychisch. Dit is het resultaat, jongens. Een paard door de bak heen vliegt. Zegt ze, of gewoon jullie niet mee bemoeien. Eén van de twee. En opruimen hoort er ook bij. Dus 2-1 balk. Vroon is nu haar welbediende beloning, de slop, weer aan het eten. Want ik heb net echt super hoog met haar gesprongen. 1-10, dat is echt heel hoog. Ik had haar niet heel goed onder controle. Ik moest er ook weer even aan wennen. Het had beter kunnen uitpakken. Oh. Maar weer voor de eerste keer met Vroon zo hoog springen, vond ik het echt heel goed gaan. Dit was dan weer de zondagvideo. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dan de volgende keer gaan we beter doen. Nou, ik vooral. Vroon doet het echt super goed. En ik ben super trots op haar. Ik ga het wat beter doen. En dan zie ik jullie graag aankomende zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!